Ik ben Nicole de Bie van Twilight Fantasy Productions. En wij organiseren samen, in samenwerking met Schaloen, organiseren wij dit evenement. Dit is een eerste editie en het is een try-out. Dus we hebben eerst Halloween gedaan in Mondoverde. En dat was een groot succes. En nu begeven we ons ook op het fantasy gebied. En dat willen we inderdaad gaan uitbreiden. De locaties kunnen verschillen, dus daar zijn we hard aan het werken. En hard aan de weg aan timmeren. Een beginnende organisatie. En we willen heel graag de Halloween en fantasywereld in Zuid-Limburg beter op de kaart zetten. Het is meer een soort hobby om te doen en het is gewoon ontzettend leuk om te doen en bezig te zijn met de details goed krijgen. En op events is het gewoon super gezellig. Maar jullie verdienen er geen geld mee? Soms. Ik heb een paar dingetjes gedaan waarmee ik wel geld heb verdiend, maar het verschilt. Ik doe ook veel events en dingen gewoon voor de lol. In jullie dagelijks leven doen jullie er niks mee, in normale leven. Alles eigenlijk maken? Wel, maar maken we alles zelf? En ik heb zelfs een kantoor helemaal echt steampunk ingericht. Oké. Dus we nemen het stukje wel een beetje mee. Je moet niet alle fantasie loslaten, hè? Moet je af en toe meenemen. Hobby en werk gecombineerd. Oké, leg eens uit. Ja, ik maak zelf deze staven en doe galakleding oppimpen voor die fantasy fairs. Ja, en hier loop ik dan wat rond eigenlijk voor Twilight. Oké, maar je loopt niet in je dagelijks leven? Nee, mijn dagelijks leven in spijkerbroeken, want ik ben oma en moeder. Dus Een hobby en een leefgewoonte. Leefgewoonte, wat betekent dat voor je normale... Dat mijn spullen allemaal, mijn huis is mijn kasteel. Dus al die spullen die daar liggen, in die mand, op die tafel daar zo, dat ligt ook bij mij in mijn huis helemaal vol. Dus... Mijn huis is mijn kasteel. Betekent dat u op een... Dat is iets anders kleed, normaal niet? Normaal gesproken zou ik dat willen, maar dat wil mijn vrouw niet altijd. Oké. Dus we hebben onze huiskamer in tweeën verdeeld. Dus de ene helft is van haar en de andere helft is van mij. En bij haar is het netjes en bij mij is het een puinhoop. En soms komen we bij elkaar op visite. Maar stel dat uw vrouw zou zeggen van, ik vind het niet erg. Zou u dan naar de Appiein als ridder gaan? Ja. Maakt me niet uit. Ik ga, als ik zo naar buiten ga, ik zo naar buiten. Voor iedereen, dat maakt allemaal niet uit. Dus, ik ben hospitaalridder. Dus dat wil zeggen dat ik. Ik ben een chirurg, een monnik en voor de kerk. En we hebben een ridderorde samengesteld. En we gaan dus met de tempeliers gaan we dus de pelgrims beschermen in Jeruzalem. Gelooft u in de reïncarnatie dan? Ja. Okay. Ja. Wat bent u in uw vorige leven geweest? Dat durf ik nog niet zo 1, 2, 3 te zeggen, maar ik dacht iets van een profeet. En vandaar de kerk misschien ook, dus dat gevoel heb ik wel. Nou, als we weten dat er een evenement te doen is, dan beginnen we meestal al weken van tevoren met het plannen wat het gaat worden en wat we nodig hebben voor het kostuum. Oké. Maar het dagelijks leven beïnvloedt dat niet, je kleding of je stijl? Ja, stijl wel, maar om echt door de school te gaan wordt een beetje heel moeilijk.